De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft dringend moeten ingrijpen tegen een aantal onsmakelijkheden dat zich heeft voorgedaan binnen de houtsector. De organisatie belegde vandaag een persconferentie waarin de media is geïnformeerd over de misstanden. Directeur Bosbeheer Vishal Nanan stelt dat duizenden labels in beslag zijn genomen bij een bedrijf waarmee grote partijen illegale houtblokken gelegaliseerd zouden worden. We hebben niet 1, 2 of 3 labels in beslag genomen, althans de politie, maar we hebben duizenden labels in beslag genomen. En voor ons was het ook iets schrikbaar om het maar zo te zeggen, we hebben dit niet eerder meegemaakt. Maar kortom, het resultaat zit daar en we wachten ook het politioneel onderzoek af wat het resultaat zal zijn. Maar intern zijn we wel drastisch bezig om wat zaken aan te passen, onder andere in ons systeem, zodat dit zich niet meer kan herhalen. Weet je, want je moet ook maatregelen treffen om je personeel en ook in verdere sector in bescherming. In 2019 zijn we weliswaar begonnen om een nieuw systeem in te voeren, onder andere Swiss. We hebben het heel makkelijk gemaakt om voor de sector, onder andere, begrijp je. Maar de goede nagesproken zijn er enkele bedrijven die in feite misbruik van het systeem hebben gemaakt. Het gaat volgens de directie om ongeveer 6000 houtblokken die zouden worden gelegaliseerd. Voor SBB-directeur Ruben Ravenberg moet het duidelijk zijn dat als de blokken zouden worden gelegaliseerd en zulke praktijken zich blijven voltrekken, de staat en SBB geen inkomsten genereren. Ja, en deze labels, die feitelijk die blokken die ze erop moeten zijn, die blokken zijn al verzaagd of al lang geëxporteerd, want we hebben illegaliteit gezien vanaf 2022 tot en met dit jaar. Dus is dat wanneer onze collega's die kapregister zijn gaan controleren, moeten deze labels op die blokken zijn. En men geeft aan dat het op die blokken zijn, een rapport, maar het blijkt niet als ik u zeg, als je weet waar Jij Creek is in het zuiden, dat we labels hier bij Chopstick aan Highway in beslag zijn genomen, dan weet u dat het een heel netwerk is. Ravenberg geeft verder aan dat labels nooit verhandeld mogen worden. Hij stelt dat SBB genoodzaakt is om zware maatregelen te treffen.